SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. Op zaterdag 9 december 2023 komt Urk het sportveld op van Sportpark De Vormt samen met HC 21. Een hele natte, miserige zaterdag, maar de wedstrijd werd gespeeld onder miserige omstandigheden. En vooraf een bloemetje voor de jubilaris, de 29-jarige Riekelt Nentjes. Hij speelde 250 wedstrijden voor Urk 1 en daarin scoorde hij 42 keer. Zoals nu ook onze pupil van de week, Jan-Hendrik Rustenburg, gaat scoren tegen de doelman van HC 21. En dat doet hij op een schitterende manier. En dat is het eerste doelpunt van de middag. En dan begint Urk met de aanval, de eerste aanval aan de linkerkant via Lucas Stol. En draait Lucas Stol op een mooie manier naar binnen en een schitterende paas binnendoor. En Lucas Schraal die draait goed weg bij zijn verdediger. Maar zijn inzet gaat net naast het doel. Een hele mooie kans voor SV Urk, maar het blijft gewoon 0 tegen 0. Aanval gaat wel door aan de linkerkant. Is het opnieuw toch de man die heel veel in balbezit was, Lucas Stol. Belegt die bal even terug en dat is het Lucas Graal. Breed natuurlijk op de mee opkomende Ieder Nentjes die een hele positieve en goede wedstrijd speelde. Aan de rechter buitenkant als opkomende vleugelverdediger. De wingback zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. En dan is het toch HC 21 dat de aanval zoekt met een afstandsschot, maar een hele eenvoudige prooi voor de vandaag opnieuw goedkeepende Richard Strijker. En dan een mooie paas weer van Ieder Nentjes richting Lucas Graal. Lucas Graal eventjes via de binnenkant en dan komt die paas van Jan Ras. Heel mooi binnendoor op Lucas Stol. Alleen op de doelman af, maar dan legt hij die bal breed in plaats van voor eigen succes. Hij had Jardo van Essen zien lopen, maar een eigen poging had ook misschien meer succes opgeleverd. En dit had bijna in ieder geval de voorsprong voor Urk betekend. Weer zo een aanval over die rechterkant. Lucas Graal. Met Ieder Nentjes, met een hoge voorzet. Maar die is in de veilige handen van de doelman van HC 21. En dat is Bob Peterman. Het verdedigen van Urk, wat onzorgvuldig. En dan is het HC dat door het midden en die bal naar de buitenkant speelt. Komt een voorzet. En dan is het uiteindelijk Johannes Schrijver die wel wegwerkt. Maar niet ver genoeg. Bal opnieuw ingebracht. En dan komt die bal richting tweede paal en een prachtige reactie weer van Richard Strijker. Waarbij de aanvaller van HC 21 verder probeert te doen. Maar ten koste van een hoekschop is het Klaas Kramer die dat weet te voorkomen. En dan komt Roep, de topscorer van HC, legt die bal terug op de spits van HC. En dan is het een overtreding van Benny Dudink in de 16 meterlijn. En scheidsrechter Tiesink die over het algemeen een wat warrige wedstrijd floot. Maar hij legt de bal op de stip en is het de topscorer Roep. Die oog in oog staat met Strijker en die laat Strijker kansloos. Al gaat Strijker wel naar de goede hoek, maar kansloos op deze hele goed ingeschoten 11 meter. En zo leidt HC met 1 tegen 0 in een wedstrijd die gelijk opging. Maar het is wel de voorsprong voor de ploeg uit Haaksbergen. Urk staat op dat moment wel onder druk en is het opnieuw de topscorer Roep die de bal probeert in te brengen in het doelgebied. Maar dat mislukt en weer een hoekschop. En is het Urk dat steeds meer onder druk komt te staan bij die 1-0 achterstand opgelopen na een ruim half uur spelen. En is het de spitsspeler van HC 21 die de bal weer voorzet. En dan is het geen hoekschop maar tegenaanval. Wel een hoekschop voor SV Urk. Ieder Nentjes indraaiend. En dan is het de redding. Van de doelman Peterman ten opzichte van opnieuw een hoekschop. En dan mag Ieder Nentjes opnieuw aan gaan leggen. Opnieuw een inswinger van de buitenkant. En dan wordt die bal teruggelegd op de 16 meterlijn. Is het Lucas Stol die de bal teruglegt naar Ieder Nentjes. Legt die bal weer voor en dan komt die bal richting tweede paal. Met een scrimmage voor het doel. Uiteindelijk is het Jarno van Essen die bal teruglegt. En een afstandsschotje van Lucas Stol. Maar ook weer de derde hoekschop op rij. En deze, let op, nu heeft hij wel resultaat. Want hij wordt bij de tweede paal gelegd. De doelman gaat niet helemaal vrij uit. En dan is het Lucas Stol laat die bal voor Lucas Graal liggen. En uiteindelijk is het Lucas Graal die 1 tegen 1 op het scorebord brengt. En dat doet hij in de 41ste minuut
En zo gaat Urk met de verdiende 1-1 na alle mogelijkheden in die eerste helft de kleedkamers in. En de ruststand is dus 1-1. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18 en No Milk Today. En Jan en Vanessa doen nog even de warming-up, want koud was het zeker op en rond het veld. En dan begint de tweede helft. De tweede helft met een hoekschop voor HSC 21 richting tweede paal. En dan weet Urk die aanval gewoon goed te pareren. Maar het was HSC dat met name in die eerste 15 minuten van de tweede helft goed gebruik maakte van het windvoordeel. Want dat was er wel degelijk en zette Urk regelmatig onder druk. Hier is het goed verdedigen van Ide Nintjes, die de bal wel uitverdedigt. Maar die bal komt ook niet verder dan halverwege de helft van SV Urk. En zo hield HSC de Urkers onder druk. Alleen in de 53e minuut en eindelijk eerste tegenaanval in die tweede helft met een goede individuele actie van Lucas Tol. En zijn schot was hard genoeg, maar niet zuiver genoeg. 20 minuten spelen in die tweede helft onttrok Urk zich langzamerhand al die grote druk van HSC uit. En dat leverde ze in de 64e minuut een vrije trap op van de rechterkant met Jan Ras achter de bal. Ieder Neentjes achter de bal. En dan is op zoek naar de man die net in het veld is gekomen. En dan is het kijken wie gaat hem nemen. Is het Ieder Neentjes of Jan Ras? Nee, het is Ieder Neentjes. En die legt die bal keurig bij de tweede paal. En wie komt daar binnen? Dat is Pieter Brands. Nog maar koud in het veld. Zijn eerste balcontact brengt die Urk op een 2-1 voorsprong in de 64e minuut. En blij. Want vorige week was hij nog geblesseerd aan de kant, maar nu hersteld van zijn enkel blessure. En hij brengt Urk op een 2-1 voorsprong. Maar in diezelfde minuut een splijtende paas van de rechterkant. En die zet Stokkers alleen voor doelman Strijker. En die laat Strijker helemaal kansloos. En dat is 2-2. Dat is na 65 minuten spelen. En dan moeten we toch al met al nog zo'n 25 minuten waarbij Klaas Kramer opnieuw in de basis ten koste van Ieder den Dulk. Maar met kramp verlaat hij het veld en Ieder den Dulk vervangt hem. En dan is het HSC dat met een vrije trap van de buitenkant nog alle gevaar probeert te stichten in de doelmond van Urk. En is het Urk dat toch echt ook zeker meedeed in die wedstrijd via Lucas Tol aan de linkerkant. Individuele actie, een balletje terug. Jan Ras in combinatie met de jubilaris, Rikert Nentjes. Jan Ras nog een keer ruim voorlangs het doel. Dus ook dat leverde helemaal geen doelpunt meer op. En zo gaan we langzamerhand naar het einde van een wedstrijd die steeds miseriger en kouder werd. Dan is het nog een vrije trap van Ieder Nentjes, maar die bal gaat ook hoog over het doel. Richard Strijker met een spelervatting. Danny Dunning die loopt zich daar vast en dat geeft toch wat mogelijkheden voor HSC. Maar dan is het Lucas Graal die de bal herovert en de bal richting de buitenkant. Is het Jan Ras naar Lucas Tol. Maar die bal komt ook niet helemaal goed meer aan. De spelers begonnen langzamerhand ook wat vermoeidheidsverschijnselen te tonen. Met nog een hoekschop voor HSC in die slotfase. Met een scrimmage met een omhaal. En nogmaals een reactie van Richard Strijker. En dan uiteindelijk in zijn veilige handen. Want zoals ik al in het begin van de wedstrijd zei, Strijkers keepte ook vandaag weer een hele betrouwbare en goede wedstrijd. Fase kansen over en weer. Weer een hoge voorzet van Ieder Neentjes. Op zoek natuurlijk naar Pieter Brands. Maar dan is het Klaas Romkes die die bal over het doel koopt. En die kans gaat verloren. Met opnieuw een aanval dan van HSC 21. Dan is het Benny Dunning die daar een overtreding maakt. En dat geeft toch een klein opstootje. Want niet iedereen is het daarover eens met die beslissing van scheidsrechter Tissiga. En diegene die daar de dupe van wordt, dat is de man die droog stond onder de tribune. En dat is Klaas Kramer. Hij krijgt een gele kaart, vrije trap van HSC. Maar die gaat naast het doel van Urk. En dan is het nog één mogelijkheid voor SV Urk die opgebouwd is door Ieder den Dulk. Ieder den Dulk naar Jan Ras. Maar dan zegt scheidsrechter Tissiga, ook dat mag niet meer doorgaan. Deze wedstrijd eindigt in een 2-2 en gaan we nu luisteren naar de analyse van de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek, Cliff 18
en No Milk Today. Naast mij Daniël Nijhoff van HC21. Daniël, ja, wat voor wedstrijd was dit vanaf de bank gezien? Ik vond het een lastige wedstrijd, om meerdere redenen. Om te beginnen omdat we met name in de beginfase toch wel wat problemen hadden om er op een goede manier druk op te krijgen. Uiteindelijk ook op een achterstand komen. Gek genoeg daarna nemen we... Een achterstand? Volgens mij kwamen jullie voor. Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Maar die periode die overleven we, komen op een voorsprong. En in die fase, vlak daarna, denk ik dat we bovenliggend waren. Veelvuldig in balbezit en ook wel wat mogelijkheden hadden om de voorsprong wat te vergroten. Dat lukt niet en Urk komt terug in de wedstrijd. Fout van onze doelman. En toen vond ik het tot aan de rust eigenlijk wat op en neer en rommelig. Startte jullie die tweede helft, de eerste kwartier was met name voor jullie, gebruikmakend van het windvoordeel, denk ik. En daarna is het een wedstrijd waar Urk toch weer steeds meer de wedstrijd in handen krijgt. Ja, dat klopt. Ik vond niet zo uitgesproken dat Urk nou echt de bovenliggende ploeg was. Dat waren wij ook niet. Ik kon op een gegeven moment beide kanten op. En ik vond het aan het einde van de wedstrijd, het niveau van de wedstrijd werd niet beter. De omstandigheden waren natuurlijk ook heel matig, hè? Jawel. Maar goed, Peter met zijn ploeg probeert hoog druk te geven. Dat proberen wij ook. En vaak wordt dan de wedstrijd wat rommelig. Krijg je veel duels. Nou, dat zag je ook wel. En wij waren niet bij machten om het op een goede manier uit te spelen. En ik zei tegen mijn collega vlak voor het einde van de wedstrijd. Ja, op een gegeven moment dan moet je misschien ook gewoon tevreden zijn met een punt. Maar toch hadden wij het gevoel dat er ietsje meer in had gezeten vandaag. Dankjewel voor jouw analyse, Daniël. En veel succes in die laatste wedstrijden voor de winterstop volgende week. En we zien elkaar weer terug in Haaksbergen. Kijken of Peter ook tevreden is met die 2-2. Of dat hij toch denkt van, daar zat iets meer in. Jij was tevreden met de 2-2. Dankjewel. Ja, dan is het meteen de vraag, Peter. Ben jij tevreden met die 2-2? Tevreden niet, maar we zijn nu alweer een half uur verder. En ik denk dat we, uiteindelijk met 2-2 nu wel tevreden mogen zijn. En je zegt niet meteen na de wedstrijd. Wat was de reden dat je toen niet tevreden was? Nou ja, kijk, omdat je natuurlijk de laatste wedstrijden thuis niet gewonnen hebt. Het is best wel een tijdje geleden dat we gewonnen hebben. We ook wel met de groep hebben besproken dat het lekker is als je vandaag wint. Hè, dan kun je misschien weer een beetje naar boven kijken. Ja, dus dat maakt dat je niet tevreden bent over de 2-2 uitslag. Maar ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt, is het een prima uitslag. Want de eerste helft, dan zijn jullie, ja, de bovenliggende partij is misschien te ver gezegd, maar wel de ploeg die de echte mogelijkheden krijgt, hè? Ja, dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Hè, dat we eigenlijk alle thuiswedstrijden, behalve Harkema, denk ik. Maar dat we in de beginfase, het eerste half uur vaak, de bovenliggende partij zijn. Maar dat je ook ziet dat we op een gegeven moment dat we het initiatief weggeven. En dat de tegenpartij vaak de wedstrijd overneemt. En dat was vandaag eigenlijk weer het geval. Het begin van die tweede helft, het eerste kwartier, dan is met name HC21... die heel veel druk uitoefent. Dacht je toen op de bank van, daar gaan we weer? In welke fase bedoel je? De eerste kwartier naar de rust? Ja, nee, was het eigenlijk al... zij maken natuurlijk de 1-0, die penalty. Dat was al een fase dat zij wat meer op onze helft speelden. Dat we het lastig hadden om echt druk erop te geven. En eigenlijk de eerste 15 minuten van de tweede helft was het ook billen knijpen, vind ik. Net wat Daniël zegt, de hele tweede helft was heel veel duels. Wij proberen wat hoog druk te zetten. Dat ging niet altijd helemaal goed georganiseerd. Maar ja, als je de kansen optelt, zijn aan beide kanten heel weinig kansen geweest de tweede helft. Ja, dan tot slot weinig kansen. En dat was een van de grote kopzorgen. Het centrum, dat verander je met Klaas Kramer in plaats van Ieder den Dulk. Dat was een hele bewuste keus. Ben je tevreden over jouw keuze die je gemaakt hebt?
Nou ja, er zijn niet heel veel momenten geweest, zeg maar, waarin we keuze moesten maken in het centrum. Maar ik denk dat Klaas, ja, die kun je wel voor een opdracht wegsturen. Klaas en Ben hebben natuurlijk heel veel samengespeeld. Hartstikke vervelend voor Ieder, want die heeft het natuurlijk hartstikke goed gedaan. En we hebben het vaak over Ieder en dan hebben we het heel vaak over aan de bal dat hij geweldig is. Als hij met de ruimte in zijn rug moet spelen, geweldig is. Maar dat we ook wel, en dat heb ik hem ook wel individueel verteld, dat hij met name moet werken aan ja, het kleine verdedigen in de 16 en rond de 16 meter. Communiceren is daar een belangrijk onderdeel van, de centrale verdediger. Nou, ik vind dat we daar nog wel eens te wensen over, dat het daar nog wel eens te wensen overlaat. En vandaar de keuze. En hartstikke vervelend voor Ieder. Want nogmaals, ik denk dat hij het hartstikke goed gedaan heeft aan de bal. Maar dat wij het ook wel billig vonden om vandaag eens te proberen met Klaas en Benny. En mijn vraag was, kijk je daar tevreden op terug, op jou? Ingreep. Ja, goed. Nee, dat was inderdaad je vraag. Ik denk dat we weinig. Ik denk dat we weinig hebben weggegeven. Maar ik zeg er gelijk bij dat we dat er ook niet heel veel mogelijkheden zijn geweest, zeg maar. Dat we heel veel hebben moeten ingrijpen. Maar neem niet weg dat we weinig kansen hebben weggegeven. Dat hebben we goed gedaan. Hetzelfde wens ik je toe volgende week in Veenendaal tegen Dovo. Weinig kansen weggeven en dan toch die 3 punten mee naar huis nemen. Veel succes in die laatste wedstrijd voor de winterstop, Peter. Dankjewel.